kijken naar een nieuwe video. Vandaag in Minecraft. En dit is een totaal lege wereld. Hey Damien, jij hier. Sorry, ik vloog omhoog. Hé, hey, naar beneden. Okay. Ik zit hier naast hem. Hi. We zijn ook bij mij thuis. Ja, in tegenstelling tot normaal. Ik ga jou slaan, jongen. Oh, ik kan niet. Oh, blokje weg. Dat blokje. We zijn hier in een lege wereld. En ik sla een schaap. Ik sla ook een schaap. Alsjeblieft, lekker voor je. Lekker voor... Hier lopen echt heel veel donkere schapen. Ik wil niet racistisch zijn, maar het valt me gewoon op. We zijn hier in ieder geval in een totaal lege wereld. En dat meen ik echt. Ik heb een eigen server gemaakt. En daar ga ik ook niet het IP-adres van geven. En Anna, als je dit ziet, dit is niet tegen jou of zo. Ik ga gewoon... Hou op. Ik blijf gewoon op mijn eigen server. Maar ik blijf ook gewoon op DVA spelen. Ik ga even mijn intro doen. Okay. Ja. Is F11 mijn... Oh, what the fuck? Nee, F11 is niet mijn start. Nee, F12 is jouw startding, toch? Ja, dan moet je weer opnieuw. Het is echt irritant. Ja, dan moet je echt wegklikken en zo. Moet ik nu weer Minecraft weg? Ja. Oké, mensen, ik ben zo... Oké, mensen, ik ben er weer. En Damien is nog niet terug in de server, maar dat komt heel snel. En kijk hoeveel zonnebloemen, is niet normaal. Ik ga even mijn intro doen. Ja, doe jij even je F12? Intro. Volgens mij wel, ja. Ja, het is F12. Oké, kom hier staan. Ja, hou. Kom eraan, ik zie je. Typ pioners gewoon. Nee. Ik heb geen zin om dat helemaal te typen. Oh, ik druk iets te vaak op mijn knop. Oké, ik ben er. Oh, oké. Okay. Oké, kom hier naast mij staan. Zo, zo. Zo. Ja, ik ga rechtop kijken. Dat je kijkt niet naar de camera. Je moet naar... Hey. Die kant op. Hoi. Ja. Oké, zo kijk ik goed. Hey mensen, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag spelen wij Minecraft. En jullie zien dit keer geen webcam. Ik had even geen zin in een webcam. En ik ben hier samen met mijn nicht Silke. Hey man. En dit keer zijn we niet samen bij oma of zo, nee. Maar samen bij mij thuis. En we zitten hier op haar server. En we zijn net begonnen. De server is net gemaakt. En dat betekent dat we heel gauw gaan beginnen met een dorp maken. Ja. Misschien moeten we eerst een stadhuis maken. Een stadhuis? Ja, maar waar gaan we een dorp maken? Je ziet... Ja, we moeten dus nog een plek zoeken. Ja. En dat gaan we nu eens even doen. We zijn ook gewoon totaal niet voorbereid. Nee, eigenlijk niet. We dachten gewoon van, ja, zullen we maar eens een server maken. Ik heb ook mijn eigen server. En we hebben ook nog een server waar we met heel veel mensen op spelen. Ja. En ik ga heel misschien mijn server zo doen dat jullie kijkers er ook op kunnen spelen. En niet dat jij heel veel abonnees hebt of zo, maar ja. Hou je mond. Alleen kunnen jullie er misschien ook op spelen als jullie dat willen. Eigenlijk is deze weide best wel mooi voor een dorp. Ja, ik weet nog niet eens waar je bent, joh. Gewoon waar jij nu bent. Is gewoon die hele weide. Ja, je bent bij lava. Waar is lava? Ik ga dit lava trouwens even dichten, want het is super irritant. Ik hou niet van lava. Lava, go Waar away. Waar de piep ben je? Oh, ik dacht dat ik jou zag, maar ik zag een kip. Gelijk ik op een kip. Ik heb hier nog lava, dat haal ik ook gelijk weg. Oh, ik ben echt niet. Oké, alleen wat gaan we doen? Je hebt ergens niet opgelet. Weet ik. Oké, waar ben je eigenlijk? Weet je wat we dan genoemd? Slash TP, Silky, Abby. Hey, jij hier. Wow, jij hier, wat doe jij? Oké, in deze wereld hebben we nog geen world edit zoals bij Anna. Je kan er wel world edit in doen. Ja, maar hoe dan? Ja, Chinese. Oké, momentje jongens. Wel jongens en meisjes, daar zijn we weer. We hebben het nog niet geregeld om World Editor in te zetten. En we gaan het nu aan
Anna vragen. Die, als het goed is, weet je dat niet. Ja. Oké, alleen, heet het, het is niet gelukt om die erin te zetten, want... The World Edit. Ja, The World Edit. Nu heb ik aan iemand gevraagd of die, hoe de plugin hoe die, heet. Ja, want die gebruikt dezelfde site, zeg maar. Dus die zou ons als het goed is kunnen helpen. Video settings. Maar zij moet naar school. En wij niet. Ik heb vrij omdat dit. Omdat de leraren van de basisschool staken. En ik ben vrij om bepaalde redenen. Ja. En dat ga ik niet zeggen. En Damien mag dat absoluut niet zeggen, want dan ga ik hem burgen. Oké. Okay. Ja. Nee, maar ja. Ik ben even mijn settings anders aan het zetten, omdat ze fucking op een kut manier staan. Doe, dit is mijn video fucking heavy. Wat zijn, hoe staan jouw settings eigenlijk? Weet ik niet. Ik denk gewoon standaard. Godsamme. Ik ben weer terug als het weer gerefresh is en alles het weer doet. Als alles het weer doet. Godver, het knopje doet weer. Misschien moet je dat er even uitknippen. Oké, okay, het knopje werkt niet. Ja. Dat kan ook. Ja. Hey Piggy! Mr. Piggy! Kom, we gaan een Big Mr. Piggy noemen. Nou, wat? Dat had ik al gedaan, wist je nog? Mr. Piggy. Goeie! Ja. Dit duurt zo lang. Je hoeft er niet zo op te vullen. Je kan gewoon tegen die rand aanplaatsen. Hè? Dan kan... Ja, maar dat wil ik gewoon niet. Ja. Hé, hey, maar eigenlijk is het wel grappig. Want Anna kan ons helpen. En dan kunnen wij haar helpen met de hoeveel personen er in de server kunnen. Dat is gewoon heel slim. Want standaard is zeg maar dat er 10 personen in kunnen. Maar we hebben gefixt dat er meer dan... Ja, wij kunnen er nu 1000 personen in laten. Nee, serieus. Echt waar. Geloof me. Tenminste, ik heb het nu op 20 staan. Maar dat kun je dus waarschijnlijk echt op 90 zetten of zo. Ja, wel hoger. Ja, of hoger zelfs. Dus ja, we gaan kijken tot hoever het kan. En dan is Anna waarschijnlijk heel blij dat het met meer personen kan. En dan is iedereen blij. En dan gaat ze ons vertellen welke plugin het is voor de World Edit. En Piggy, je moet eventjes weg. Gast, hou op met duwen. Ga weg! Ga weg! Dood! Ga weg, kutpiggies! Misschien dat er nu iets minder leer is. Oké, ja, ik ben er weer. Godverdomme, er is super veel leer. Hou op met schelden, jongen! Het is een beetje leer. Wie dit heel. Ik weet ook wel dat er veel leer is, hoor. Alleen tijdens de opnemen is dat lag echt niet fijn. Nee, snap ik. Heb Go away, piggies. Nee, ik heb geen lag. Ik heb, In je video's bedoel ik, hè? In mijn video's heb ik weinig lag. Van Minecraft. Over Minecraft, dat weet ik niet. Maar daar ga eens naar is je... ga, let of je... Ja, ik kom zo bij je. Oké. We zijn er weer. En zie ook even nu de... Hoeveel mensen erin kunnen op 1000 gezet. Oh, ik zie hier wel zombievlees. Ik heb het serieus op 1000. Dus misschien kan ik het IP wel geven. Maar het is een beetje moeilijk communiceren met wanneer de server online staat. Ja, ik kan hem natuurlijk wel gewoon op bepaalde tijdschema's en zo online zetten. Maar ja, dan moet ik jullie ook op de whitelist zetten en zo. En dan moet je onder de video's zeggen wat je Minecraft naam is. Maar nog niet onder deze, dus dat hoeft niet. Maar je kan ook de whitelist eraf gooien. Ja, dat kan ook. Maar dan komen er random mensen in. Ik wil wel weten wie nee, is. Nee, er kunnen er geen random mensen in komen zonder het IP. Ja, je nee, kan... dat snap ik. Maar je snapt me niet, maar dat maakt niet uit. Okay, mag ik even mijn poef weer terug? Oh ja, ik zit op zijn
soort van dinges. Oké. Moord jij even al die beesten uit, want ze zijn super irritant. En ik heb dus een speciaal Thatcher pack. Oh ja, en ik heb een nieuwe skin trouwens. Dat is al een tijdje zo. Maar ja, dit is mijn nieuwe skin. En kijk hoe mooi ik ben. Kijk, dit is een beetje lelijk gedaan, maar ja, dit is wel mooi. En het gaat natuurlijk om dit. En ja. Oké, dus hier zijn we. Ik denk dat ik mijn huis zo op de berg wil met een hele mooie brug. Zo. Ga jij daar op de berg? Ja, dit is claim. Claim dit. Met alle dieren erbij. Oh nee, wacht. Laat maar. Ik hoef geen schapen. Ik dacht dat er kippen bij zaten. Ik ben echt zo blind. Uw schaap. Wow, nu heb ik wel echt lag in de game zelf. Ik niet. Claim het. Hoeveel FPS heb ik nu? Bye. Silky Abby. Sowieso, je schrijft ook niet zo. Ik heb nu maar 25 FPS. Dat is echt ruk. Hm. Maar hiermee kan ik tenminste wel goed opnemen. Oké, claim het bij Silky Abby. Dus dit wordt mijn berg. Ga ik dit even dichtmaken. Of nou ja, niet mijn berg, maar mijn plekje. En ik claim het tot de rivier en een beetje daaroverheen, omdat ik een brug moet maken. Maar ik wou dus dat hier al World Edit in zat, want dan konden we één grote vlakte maken. Maar ja, dat kan dus nog niet. Ik zet mijn laptop maar even. Maar hobbelige dingen is ook wel leuk, hoor. Ja, op zich wel. Dat is wel leuk, ja. En nu staat hij op vredig. Ik ben gewoon random een plek aan het zoeken waar ik kan bouwen. Ja. En hij staat nu op vredig, dus er zitten geen monsters in. Als je wel monsters wilt, dan heb je pech. Want ik ga de IP ook nog niet. Ik heb een claimspot. Ja, heb je een claimspot? Tussen de bergen. Oh, ik ook, een soort van. Wat? Dat schaap liep achteruit. Oké, maar we gaan beginnen met. Waar gaan we eens mee beginnen? We gaan beginnen met een spanplek. We gaan een spanplek maken. Ik ga even dit kopen. En Anna die heeft dus een nieuwe server. Wij hebben de best guy. Niet Damien. Oké, we gaan een claim. Nu heb ik gelijk claim in mijn hoofd. Een spanpoint maken. Claim it by the best guy, Damien. En misschien kunnen we ook wel spanbordjes maken, maar. Als dat niet lukt, dan doen we het gewoon los. Kijk, Silke Gitschot, ik kan van mijn huis zo. Dan kan ik zo de berg op, zo, daar niet. Dat is handig, zeg. En ik gooi eieren. Helemaal mooi. Oké. Kan ik er kippies uit? Nee. Ja, ik heb een kippie. Je hebt waarschijnlijk wel meerdere. Ja, yep. Goed. Oké, wij gaan dus beginnen met onze spanplek. Of in ieder geval, ik ga eraan beginnen. Ik ga beginnen aan mijn huis. Ja, dat kan ook. En hier moet ik een beetje de vloer slopen. Eigenlijk vind ik het best wel leuk als ik meer Minecraft video's maak. Zeg maar even wat je daarvan vindt. Moet ik meer Minecraft video's maken? Of gewoon Star Stable video's? Maar ik ga binnenkort dus ook live, real life video's maken. Met het is niet echt vloggen, maar iets anders. En ja, dat ga ik op het gegeven moment ook doen. Met slijg en met echte paardjes en zo. Oké. Dus ja. Oké, maar wij gaan mijn huis bouwen. Wat voor huis gaat het worden? Ik ga Google huis opzoeken. Ja, doe jij dat dus lekker. En ik denk dat ik zo meteen eventjes de video eventjes in stukjes ga verdelen. Want anders duurt die echt super lang. Want het gaat sowieso super lang duren voordat we dit hebben gemaakt. Dus jullie zien steeds kleine stukjes van mijn video. Dus tot zo. Thank you.
vind ik wel dat mijn video is afgelopen. Nou mensen, dit is wat ik tot nu heb gemaakt. Het stadhuis dat nog niet ingericht is. Een grote brug waarvan jullie het hele proces hebben gezien. Een kleine grot, omdat ik dat gewoon grappig vind. En een baken, zoals het in het Nederlands heet. Maar ja, gewoon zo'n grote. In het Engels heet het een beacon. Ja. En met een paars licht. En dat doe je door er gekleurd glas op te zetten. Maar ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken en in de poll te zeggen of ik meer Minecraft video's moet maken of meer Star Wars Stable video's of meer real life. Ik wil je bedanken voor het kijken. Doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal en een belletje aan te drukken als je niks wil missen. En dan zie ik jullie in de volgende video. Doei!